Holy shit jongens, 15.000 euro. Hey, die doos was niet auto. Kijk dan jongens, jullie liepen net doorheen. Zo, daar is het. Het cadeau. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Ik heb dat ding bovenop, maar die doet nu helemaal niks. Maar wij zijn net bij Heden geweest voor dus de serie die eraan komt. En ja, ik heb nu een heel voedingsschema. Ik krijg een trainschema. We gaan beginnen. Nu ga ik beginnen. Er is een plan en ik moet nu beginnen. Maar jongens, ik moet zeggen, bijvoorbeeld nu dan heb ik ook weer gewoon trek. En dan heb ik gewoon zin om echt iets te gaan eten. Iets lekkers te gaan eten. Maar dat kan niet. Dat kan niet. Jongens, het is niet te geloven. Het is echt niet te geloven. Er gebeurt iets magisch hier in huis. Ruben die is er niet. En meestal gaan we dan bestellen of dan iets. Ja, dan gaan we of ergens eten of we bestellen wat. Maar we zijn gewoon zelf aan het koken, Wim. We gaan gezond doen vanaf nu. Ik heb met Hidde gewoon heel voedingsschema doorgenomen wat voor mijn lichaam goed is. Nou, we hebben dus kip, groente en volkorenpasta. 150 gram volkorenpasta, 150 gram kip en 300 gram groente, dat is goed. En ja, dan moet het allemaal wel goed komen jongens. Ja, ik heb er echt heel veel zin in zoals ik de laatste keer ook al zei. Ik ben nu al bezig met het hele concept schrijven. Ik heb zelfs al dingen opgenomen voor de serie. En de serie gaat heten... Wim? Volgens mij heb jij de naam redelijk bedacht, ja. Van kratje naar sixpack. Is hij wel? Hey. Nee, de serie heet Van kratje naar sixpack, omdat het gewoon grappig is. Ik wil weer terug naar sixpack. En je moet dan denken aan bier. Je hebt een kratje bier, dat is een grote krat bier. En je hebt een sixpack, dat zijn maar 6 biertjes. Dus ik dacht, ja, dat is toevallig. Ik vind een biertje vind ik lekker. En het is gewoon heel erg grappig. Ik vind het wel komisch. Maar jongens, het gaat me sowieso lukken, jongens. Echt waar. 1 december moet ik gewoon helemaal fit zijn. En mijn sixpack weer terug hebben. Maar jongens, het komt eraan. En ik denk dat volgende week... Ja, ik denk volgende week de allereerste aflevering online komt. En het wordt echt hartstikke leuk, jongens. Echt waar. Wij hebben net heerlijk gegeten. Het was oprecht echt lekker, jongens. En ik ben er blij mee, want dat betekent dus dat ik dus ook gewoon een prima pasta, gezonde pasta, want het was volkoren. Ja, het was volkoren pasta. Met heel veel groenten, dus ik ben blij dat die lekker was. Maar wij gaan nu naar de film The Avatar. Ja, en het is een 4D... Het is... Wim? Het is een 4D, 3D. Wat was het nou? 4D, 3D. Nee, X4D, 3D. Ah, nou oké. Jongens, let's go. Jongens, ik vind het echt gezellig dat het gewoon weer lekker donker is. Hier, het is nog ineens 9 uur en het is al donker. Ah, ik weet niet. Het heeft wel wat. Wim, wat vind jij? Het begint weer lekker cozy te worden, hè? Ja, ik vind het heerlijk. Ja, ik vind het ook echt lekker. Ook weer kaarsen kopen in huis. Ja, we gaan weer kaarsen kopen en zo. We gaan trouwens niet met z'n tweeën naar de film, maar ome Joris gaat ook mee. Dus het wordt één gezellige boel, joh. Uncle Joris. Alleen, we weten nog niet precies naar welke film we trouwens gaan, want er is een error op de PT-site. Elke keer als wij willen reserveren, dan doet hij het niet. En dat is vervelend. En we willen naar die 4D, 3D, XD, alle HD'tjes in elkaar. Wat doe jij inderdaad? Wat deed je? Ik kwam lucht omhoog. Ja. Nou oké, jongens, we gaan even Joris ophalen. We zijn een half uur te vroeg, dus we zijn in de mediamarkt beland, jongens. Dat is altijd leuk om eventjes te kijken. Holy shit, jongens, kijk deze. 98 inch. Maar dit is niet eens meer chill, of wel? Jawel, dit is trouwens wel gewoon chill. Nou, als ik ooit echt een ziek groot huis heb, een villa, dan zou ik zo'n bioscoopruimte maken met zo'n tv. Ga er eens naast staan, Joris, dan kunnen mensen zien hoe groot die is. Kijk. Het is echt een binkie zo. Holy shit jongens, 15.000 euro. Hey, die doos was niet auto. Ja joh. Ja. Afblijven. Hou je sterk. Hou je sterk. Nee. Ik ga het allemaal niet doen jongens. Hoe lekker het ook is om een popcornje bij de film te hebben. Als ik jou was, zou ik popcorn nemen. Of M&M's of Matthesus. Ja, zoiets heb ik ook te denken, joh. Oh, jongens. Ja, dat vind ik wel jammer, maar goed, hè? Het is voor een goed doel. Nou, jongens, een lekker koffietje. Dat mag wel. Een koffietje en een shortfontaine. Lekker popcornje, hoor. Ja, heerlijk. Geniet ervan. Het is wel druk, eigenlijk hier. Het is vandaag fantastisch. Hé, hey, ik zie een vlekje. Wacht even hoor. Ik zie een vlekje. Oh, zo. Ja, perfect. Nee, perfect dit. Jongens, het is vandaag fantastisch weer. Moet je eens eventjes kijken.
hoe lekker het zonnetje weer schijnt. Ik had het toch wel weer een beetje gemist. Kijk, ik vind het heerlijk dat het nu, als je nu buiten staat, is het gewoon een beetje frisjes. Maar dat vind ik perfect, als het zonnetje maar schijnt. Maar jongens, ik ben eventjes een ontbijtje voor mezelf aan het maken. En deze keer moet ik een beetje eens op mijn ontbijt gaan letten. Ik moet niet allemaal rare mayonaise erop gaan doen. Dus ik heb gewoon 2 sneetjes volkorenbrood, 4 pakjes kipfilet en een gekookt eitje. En Hidde zei dat het helemaal perfect was. Dus ik ga het lekker opeten. Dus wij werden vanochtend wakker. En ik weet niet hoe het is gebeurd. Cadeautje. Maar kijk dan. De ballon die eerst binnen stond, die staat nu opeens buiten. Maar wie heeft dit gedaan? Nou, opzouten. Niks mee te maken. Dit ziet er wel grappig uit. Kijk. Maar hij gaat, weet je waar, hij gaat denk ik door de zon klappen. Denk je? Door de zon misschien. Hoor, we zijn de keihard pad. Nou, wel een leuke plek. Oh, Ruben. Wat is er morgen voor jou, hè? Ik heb morgen mijn verjaardag. Ruben is vanavond om... Nee, helemaal niet. Nee. Nee, je bent vrijdagjarig echt. Jij hebt een broertje, jij moet weten. Ja, 30 september. Ja, dat is goed, dankjewel. Dus Ruben die is morgen om 12 uur jarig, jongens. En we hebben een feestje in de Superclub. Ja, kijk, dat is wel een dingetje. Kijk, ik ben natuurlijk allemaal gezond aan het doen en op mijn eten aan het letten. Maar ik heb het hele besproken. Alleen Rubens verjaardag mag nog een uitzondering zijn. En die hotdogs moeten we hebben. Nee, die hotdogs. Na het uitgaan heb je zo'n hotdogkraam, maar dat is niet de bedoeling. Oh, jongens. Man. Ik zie het hier opeens helemaal... Alles is er gewoon afgetiefd. Alles. Gewoon niks hangt meer. Echt vreselijk. Ik moet even goed gaan fixen. Maar het hele punt van dit verhaal is dat Ruben morgen dus een soort van verjaardagsfeestje geeft. En morgen ook hier gaan we een soort van... Pre-party geven. Een kleine pre-party. Dus we gaan eventjes... Met zeg maar het vaste groepje en een paar mensen die alleen komen of van ver of die ik heel lang niet gezien. Ja, precies. We moeten ook even lichten. Dus we gaan hier een beetje het klaarzetten. DJ set neerzetten. Nee, die is voor mij. Post. Zo, nou jongens, het staat. Het geluid is alleen een beetje slecht. Aangezien het hier een beetje galmt. Joris, ik wil dat je normaal doet, ja? Nee. Oprapen dat ding. Nou jongens, Joris is er nu ook, want het is tijd om weer te gaan sporten. Let's go. Het is tijd. De hoogste tijd. Wat ben je aan het doen? Ik ben me aan het klaarmaken voor de sportschool. Schil kut. Nou, zoals jullie hoorden jongens, het is tijd om naar de sportschool te gaan. Dus let's go. Aanschouw een nat geregende Vincent. Hi. Wil je naar binnen? Hoezo? Regende het? Ja. En hagel. Je weet dat je tas open stond? Hè? Je weet dat je tas open stond? Nee. Het valt wel mee. Kijk even hoe lijp. Oh, flits. Kijk dan. Hoi, yo. Kijk dan jongens, hier liep ik net doorheen. Zo! Die is hard opeens. Mooi. Ja, ik vind onweer echt leuk. Vorige keer ook in de vlog al die slow-mo beelden van onweer. Maar echt jongens, wat een weer. Nou jongens, weet je wat wel lekker is met dit soort weer buiten? Ik ga gezellig de kaarsjes aan. Kijk eens even. Wat een sfeer. Wat een gezelligheid. Nou ja, het valt eigenlijk... Het is eigenlijk alsnog best wel donker. Wij moeten echt hier een lamp nemen. Kijk, hier zit wel een stroompunt, hier zo. Dus we kunnen in principe hier nog wel een lamp ophangen. Is misschien wel leuk, want het is een beetje... Kijk, dit is een gezellig hoekie. En, oh ja, deze kunnen we trouwens ook nog aan. Kijk, dit is gezellig. Als je zo kijkt, is het gezellig. Maar hier mist echt wat. Hier moet een lamp nog komen. Ja, en ja, dit is ook gewoon gezellig. Dit is ook gewoon prima. Daar is het ook een beetje donker. Hier moet eigenlijk een lamp ophangen. Ja. Maar ja, goed, in principe is het daar ook voor gemaakt. Kijk, daar zit een stroompunt en daar zit ook nog een stroompunt. Dus we kunnen hier nog wat ophangen. Ik zou hier misschien wel een... Pik, hier Philips Hue, dat is leuk. Of Philips Hue, ik zeg altijd Hue, maar het is gewoon Philips Hue. Als je Philips Hue hier doet, dan kan je leuke kleurtjes ook een beetje naar huis maken. Wat voor een spot. Ja,
Philips Hue spots. Kan je een beetje kleurtjes doen en zo. Kijk, hier zit ook allemaal Philips Hue in, dus daar kan je ook allemaal kleurtjes van maken. Dat is natuurlijk Philips Hue. Als dat nou ook nog Philips Hue is, dan kunnen we ja, dit een beetje leuk verlichten zo. Maar goed, dat moeten we even gaan regelen. Er zijn nog best wel veel dingetjes die nog een beetje geregeld moeten worden in huis, terwijl we hier al bijna meer dan een jaar wonen. Ja, we wonen hier nu al een jaar. Oh nee, nog niet. Nee, een maand. Nog een maand, ja. Ja, over een maand wonen wij hier dus een jaar. En nog steeds niet alles is af. We hadden nog hier, wilden nog een schilderij en daar misschien nog wat. Daar midden op de muur wilde ook nog wat hangen. Moet het eventjes gaan, moet het even gaan zoeken allemaal. Oh ja, en ik moet mijn studio nog afmaken, want die dondert ook helemaal in elkaar. Een hele goede morgen allemaal. Zo hè, jongens. Ach, kijk, nu zie je wel echt dat de ramen echt smerig zijn. Kijk, vergeleken met dit en dit. Kijk dan. Oh, ach. Jongens, wat een dag. Het heerlijk zonnetje is lekker mistig. Ik ben vandaag al vroeg op. Ja, ik ben al sinds, Oeh, dat is het. 7:30 of zo ben ik al op. Lekker toch? Ja, heerlijk. Maar, Ruud, over vieze ramen gesproken en over vieze dingetjes. Er komt straks voor het eerst een schoonmaakster. Echt? Ja. Maar ook echt alles? Of alleen de ramen? Ja, nee, als het goed is echt alles. Zeg maar echt, de ramen worden andere keer gedaan. Oh, dit is als het goed is nu echt een schoonmaakster die zeg maar ook de badkamer gaat doen. Gewoon echt even, want kijk, wij kunnen zelf ook echt wel een beetje schoonmaken. Alleen, kijk, stofzuigen, doekjes over de tafel, dat is allemaal goed. Maar echt goed schoonmaken is best wel een kunst op zich. Ja, zeker. Dus, Maar beter dat we niet hier gaan zitten, hè, straks. Nee. Nee, oh, we hebben straks een feestje in het andere huis. Oh, heb je er zin in? Ja, ik heb wel zin in, hoor. Ja, ik ook. Ik ga mijn camera ook gewoon meenemen naar Super, denk ik. Ja? Ja. Durf je dat? Ja, ik durf dat. Dit is de feestzetting, jongens. Jongens, ik denk dat het tijd voor mij wordt om te gaan scheren. Het is mooi geweest. Maar goed, wij gaan even boodschappen doen. Hey. Want zonder drankjes en lekkere dingetjes, Ruben, ja, heb jij natuurlijk helemaal geen feestje. Nou, nee. Nee, dat klopt. Maar we hebben muziek, we hebben een mooie ruimte, ja, we hebben een pingpongtafel. Dat wel. Maar we hebben nog een paar dingetjes nodig. Ik heb met Hidde besproken. Hij zei... Vanavond mag je zuipen. Vanavond mocht ik drinken. Maar ja, ik kan natuurlijk ook wodka spaarrood gaan drinken, jongens. Dat is dan toch weer... scheelt toch weer. Maar goed, ik zie het allemaal wel. Zo, inkopen zijn gedaan. Mooi. En zo is dat. Zo is dat. Is dit nou weer, joh? Hey, joppie! Hey. Met je broer. Ja, hij is nu ergens anders. Hij zit nog in een andere ruimte. Maar hey, morgen is hij pas echt jarig, hè? Andere ruimte? Wat is een andere ruimte? Ander appartement. Oh, hey! Binnenbatten. Lillepie. Hoe is het? Oh, wat leuk! Wat heb je meegenomen, joh? Zit je nieuw team? Kijk eens even. Man. Mooi flesje. Heerlijk, jongens. Ik ben eventjes naar beneden gelopen. Want als het goed is, staat Danny hier voor de deur. En wij gaan eventjes richting de Bijenkorf. Want Danny ging nog een cadeautje halen voor Ruud. En ik heb ook nog geen cadeautje voor Ruud. Maar ik had wel een cadeautje. Even kijken in deze video. Ja, nee, dan heb ik het al verteld. Ik had AirPods Pro voor hem gekocht, want hij wilde heel graag AirPods. Dus ik had die voor hem gekocht. En toen kwam Amber, die zei tegen mij, yo, heb je een cadeau voor Ruben? Ik zeg, ja, ik heb AirPods gekocht. Heeft Amber dus ook AirPods gekocht en ik had ook al AirPods. Dus ik heb die van mij, ga ik sowieso even terugbrengen naar de Mediamarkt. Maar kijk eens even wie er is. Dennert! Nou, Finn. We zijn een cadeautje voor Ruben uitzoeken, maar ik weet dus, ik denk dat Ruben deze al past. Als ik deze... Ja, je bent wel iets dikker, hè? Dus ja, daar moeten we rekening mee houden. Staat je wel goed? Ja, dit past Ruben denk ik toch wel? Ja. Is hij voor Ruben te kort? Of hoort dat zo? Dat hoort een beetje zo. Waar is je spiegeltje? Ik weet niet, is het goed denk je voor Ruben? Ja, denk ik wel, ja. Of is het te kort? Nou jongens, Danny en ik hebben samen een cadeautje gekocht. We hebben een Heron Preston trui gekocht. Ik vind het zelf echt een vet merk. En ik denk dat Ruben het ook wel dik gaat vinden. Dan, wat leuk. We hebben samen een cadeautje. Joepie! Joepie! Let's go, we gaan naar huis. Ja? Is het voor jou misschien ook niet gewoon handig lekker te gaan lijnen na Ibiza? Te lijnen? Ja, en gewoon ons lichaam te zuiveren. Zuiveren? Nou, dat ik weet niet of dat ooit nog gaat lukken. Zo jongens, Ibiza was zo fucking leuk, mooi. Maar het was ook heftig tegelijk. Wat zeg je nou mooi, maat? Het was leuk toen jullie weggingen eigenlijk. Oh, oh. Doe nog gas. Hier rechts. Rechts? Ja. Kijk, ze is mooi staan joh, met dat mooie licht. Hey, dit is golden hour hè mannen. Golden shower. Nee, golden hour. Kijk hoe knap jullie allemaal zijn. Nu wel. Holy shit. Bizar. Nou, nog knapper na een paar drankjes. Jij ook ja? Ik ook wel denk ik hoor. Je ja, wordt natuurlijk 23. Ja, 24. Nee, 23. Oh, oh. Ik ken me niet eens. En Danny en ik hebben samen een cadeautje voor jou gekocht. Wij denken dat jij dit fantastisch leuk vindt. Ja, vind ik het fantastisch ja, leuk?
Kan ik het gebruiken? Ja, jij kan het zeker gebruiken. Maak jij maar eens open. Maak open. Ja? Wil ik eerst een kaart lezen? Dat is wel zo net. Ja, doe jij dat even een kaart. Normaal, ja. Maar het is ook echt dichtgelikt. Wat goed, wie is het staan? Ja, nee, ik vind het zeker weer. Dus we gaan het dichtlikken. Ik snap ook niet, maar die van mij was ook dichtgelikt. Ja. Nee, ja, dat is toch normaal? Je, ja, zeg maar, als je, jou verlikken. Maat, als je een kaart hebt, dan moet je het toch dichtlikken. Nee, jullie dit? Ja, dit zijn wij. Hebben we die gemaakt dan? Ja. Daar is het. Het cadeau. Ik ben benieuwd of je het leuk vindt. Wat dan? Kan ik het ook niet leuk vinden? Nou ja, weet ik niet. Moet je maar kijken. We hebben Amber's hoofd heel groot. Ja, we hebben... laten zetten. Ja. Ik ben niet meer single. Oeh. Een Heron Preston trui. Ah, ik vind hem dik hoor. Ja, doe eens aan. Want ik heb hem gepast en ik ben natuurlijk... Een tandje groot. Nee. Ik had een S. Groter of voller? Een tandje voller, groter. Welke maat is dat? Dit is een M. Maar die S was zeg maar een beetje klein. Als kan je hem ruilen. Hij hoort zeg maar wel een beetje oversized. Ja, is goed. Lengte is goed volgens mij. Voor mij ja, lengte is goed. Want ja, die, is goed, ja. Hij zit goed. Hij moet niet kleiner hoor. Nee, hij is perfect. Want hij hoort zeg maar een beetje wijd en hij hoort hier zeg maar een beetje zo als bomber te zitten zo. Perfect. Grote ja, mooi jongen. Nog een keer knuffel. Dankjewel. Alsjeblieft. Vind je hem dik? Ja, ik vind hem echt serieus dik. We gaan beginnen, let's go! Laat zien wat je kan. Nee, andere. Kut. Andere die. Goedemorgen. Ik zou dus eigenlijk mijn camera meenemen naar de suppen, maar ik ben hem dus thuis vergeten. Echt heel stom. Nou, jongens, ik moet zeggen, ik vind het nog best wel, ik vind het best wel schoon hier. Jezus, wat doe jij hier? Wat? Ik heb dit gewoon doen in mijn eentje gewacht. Heb jij dit schoon gemaakt? Ja, ik heb mijn eentje schoon gemaakt.
Nou, wat goed van je, schatje. Wat goed van je. Ja. Oh, maar ja, nou, het is wel schoon. We hebben een hele leuke avond gehad, maar helaas ben ik mijn camera vergeten. Jammer, volgende keer neem ik hem wel mee, want ik ga dus nu vanaf nu ook echt niet meer drinken. Dit was echt de laatste avond dat ik ging drinken ook. Maar goed, vond je deze video leuk? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan spreek ik jullie later.